Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Stek. Kijk naar Brabant Vandaag. Vandaag hebben we het namelijk over de mogelijke moord op Vincent van Gogh. Zoeken we naar het beste Brabantse worstenbroodje, maar eerst dit. Ja of nee? Leg het in ieder geval vast, want het is deze week Donorweek. Van 17 tot en met 23 oktober. Te gast is daarom Jeantine Reiger van het Nederlands Transplantatiestichting. En jij weer Claudia Kraak. Jij hebt een zoontje, Merlijn, van 4 jaar. En mogelijk dat hij een nieuwe lever nodig heeft. Ja. Zeker dat hij een nieuw leven nodig heeft. Ja. Even terug, want vandaag Donorweek, maar Breda staat volop in het teken daarvan. Van vanochtend tot vanavond. Wat is er allemaal al vandaag in Breda gebeurd, Jeantine? Nou ja, echt heel erg veel. Vanochtend vanaf 8:30 zijn de leerlingen op de Prinsentuin VMBO-school in Breda bezig gegaan met het onderwerp orgaandonatie. Ze hebben Lange Frans heeft de aftrap gegeven, heeft een speciale donorrap uitgevoerd. En de leerlingen deden echt ontzettend enthousiast mee. Daarna zijn er getransplanteerden gekomen. Die hebben verteld wat het betekent als je ziek bent en je lichaam het niet meer doet. Nou, de leerlingen hebben echt het hemd van het lijf gevraagd van de jongeren. Ze hebben gewoon op een medische manier gekeken naar de zaak, maar ook op een maatschappelijke manier. Wat betekent dat dan, donor worden? Moet je dat wel of niet willen? Vervolgens zijn de leerlingen naar een doorlopende voorstelling in het Chassé Theater geweest. En ook daar was weer echt ontzettend veel vragen waren er. Maar wat mij ook vooral opviel, ze weten zoveel, de jongeren. Ja, is dat zo? Echt, ze waren echt heel gemotiveerd bezig. En het is wel een ingewikkeld onderwerp. Wat was de meest bijzondere vraag die je gehoord hebt? Eigenlijk dat iemand gewoon echt vroeg naar wat betekent dat dan, hè, als je lichaam het niet meer doet. Dat iemand echt geïnteresseerd is in wat dat dan betekent. En dat je dan, dus zeg maar door de hulp van iemand anders, door een orgaan van iemand anders, dat dan je lichaam weer gaat werken. Dat vond ik echt, bijzonder. Was echt een intiem moment, zullen we zeggen. Ja. Claudia zit hier ook aan tafel, want Claudia, je hebt een zoontje van 4 jaar, heeft een zeldzame stofwisselingsziekte. Ja. Kan je eens uitleggen wat dat voor hem betekent? Nou ja, hij heeft GSD4, zo heet zijn ziekte. En GSD staat voor een glycogeen stapelingsdisorder ziekte. En die stapeling die vindt nu plaats in zijn lever. En dat gaat voor hem betekenen dat zijn lever op een gegeven moment niet meer gaat functioneren. En dus moet hij getransplanteerd worden op termijn. Ja. Je weet nog niet precies wanneer? Nee, is nog niet te zeggen. Dat kan over een paar maanden zijn, maar het kan ook over een jaar of 2 jaar zijn. Daar durven de artsen geen uitspraak over te doen. Maar dat het moet gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Ja. En denk jij dan dat er een donor beschikbaar is? Ik hoop het. Ja, ik kan alleen maar hopen dat zo is. Want anders zal mijn zoontje er niet meer zijn. Claudia hoopt, Jeantine. Hoe groot is het tekort aan donoren? Ja, groot. Ik snap ontzettend goed je zorg. Want er staan in Nederland gemiddeld per jaar zo'n 1300 mensen op de wachtlijst. En dat is inderdaad van hele jonge mensen tot op hoge leeftijd. En voor 140 van die mensen komt ieder jaar gewoon de transplantatie te laat. Dus het gaat hier echt om leven en dood. Het is echt belangrijk dat mensen, als ze weten wat ze willen, dat ze hun keuze vastleggen in het donorregister. En met elkaar erover praten, hoe belangrijk dat is. Want jij... Ja, wij vinden dat het echt zo doodzonde zou zijn als je al overlijdt. Hè, en het zou mogelijk kunnen zijn om orgaandonor te worden, dat je dat misschien wel zou moeten willen. Jij bent vandaag ook onderdeel van een aantal dingen die hier in Breda gebeuren. Want je hebt zelf eigenlijk gewoon met de organisatie gebeld. Ze zegt, als ik iets kan doen, wil ik dat doen. Waarom heb je dat gedaan? Ja, waarom? Ik vind het. Ik ben zelf donor geregistreerd vanaf mijn 14e. Ik vind het niet meer dan normaal. Je wilt toch mensen helpen. En wat is er mooier dan dat je iemand kan helpen, dat je iemand kan laten leven. Hè? Ik las van dit verhaal en natuurlijk dit in combinatie met de situatie van mijn zoontje. Ja, als moeder zijnde vecht je voor zijn leven. Ja. En dan is dit wel het minste wat ik kan doen. Ja. Jij vertelt vanavond onder andere ook jouw verhaal en jouw motivatie en waarom jij mensen zou willen overtuigen daarvoor. Wij praten zo meteen nog eventjes verder en dan gaat het over een aantal stellingen en feiten en mensen en informatie die mensen eigenlijk zouden moeten weten
willen ze donor worden. Ja. Dat doen we zo meteen, maar we gaan eerst even kijken naar koppensnellen en met de meest opmerkelijke berichten van vandaag. Dag dames en heren, welkom bij koppensnellen van donderdag 20 oktober. Hondenbelasting in West-Brabant fors omhoog, kopt BN De Stem. Volgens de krant hebben veel gemeenten de hond ontdekt als middel om hun huishoudboekje op orde te krijgen. In Dongen bijvoorbeeld is de hondenbelasting zelfs al verdubbeld. Omroep Brabant meldt dat Davy Sterke uit Oorschot er kapot van is dat zijn verzameling dinosaurussen gestolen is uit de bibliotheek van Oorschot. De 18-jarige autistische jongen stelde zijn collectie tentoon in de bibliotheek in het kader van de Kinderboekenweek. Het Brabants Dagblad schrijft dat hulpbisschop Rob Mutsaars en de bossen San Salvator-parochie weer met elkaar gaan praten. De twee zijn met elkaar in conflict over de manier waarop de parochie haar geloof beleidt. En BredaVandaag.nl heeft het bericht dat de gemeente Breda geen gesloten inrichting wil aan de Ruitersboslaan voor psychogeratische patiënten. Op deze locatie staat nu nog een manege. En de Efteling meldt op haar website dat de Vliegende Hollander sinds donderdag weer open is voor publiek. De attractie was enige dagen dicht vanwege technische problemen. En een satirisch nummer van de Russische rockband Rapvak is een regelrechte hit op YouTube. De clip is in een week tijd al meer dan 170.000 keer bekeken, bericht de Telegraaf. De band vergelijkt mensen die tijdens de presidentsverkiezingen in maart op Poetin stemmen met patiënten in een gekkenhuis. Если воды я спросил на обходе врача, почему у нас нет от палаты ключа, почему в голове и в бюджете дыра, почему вместо завтра сегодня вчера, пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ, ты продал пиндос, какой пидорас, кто отнял у народа Газпром и Лукойл. En dit was Koppensneller weer voor vandaag. Nog steeds naar Brabant. Vandaag bij mij aan tafel Jantine Reiger en Claudia Kraak. We praten over donorregistratie. Vandaag is het druk in Breda in ieder geval om te zorgen dat mensen een keuze invullen. Het is ja of nee. Het liefst natuurlijk ja. Maar nee mag ook als er maar besloten wordt. Dat is eigenlijk de bedoeling, toch? Ja, eigenlijk zeker. Wel. Ja. Laat weten wat je wil. Want je moet je voorstellen, hè, als iemand mogelijk donor wordt, dat is eigenlijk altijd op een ontzettend akelig moment. Hè. Het gebeurt vaak omdat iemand bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft gehad. Of een hersenbloeding. Het is altijd plotseling, daar bereid je je niet op voor. Dus dan kom je in het ziekenhuis en dan krijg je te horen dat je geliefde hersendood is. Vervolgens krijg je dan vrij snel de vraag of iemand, hè, of die persoon orgaandonor mag worden. Nou, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want je bent intens verdrietig en dan moet je over dat soort dingen beslissen. Nou, dat is eigenlijk bijna het onmogelijke van mensen vragen. En je ziet dus ook dat heel veel mensen nabestaanden dus weigeren. En daarom zeggen wij van, joh, praat er in ieder geval met elkaar over. Als je weet wat je wil, leg het vast. Liefst een ja, maar nee mag natuurlijk ook. Je kunt ook zeggen, ik laat het aan mijn nabestaanden over. Die keuze mag je ook maken. Maar praat erover met elkaar. Laat weten wat je wil. Duidelijk. Ik heb een aantal stellingen voor jullie. Misschien dat jullie die kunnen beantwoorden. Want wat jij toen straks al zei, vanochtend was Lange Frans er en dan was er een quiz. Ook voor mensen om wat vragen te stellen en te beantwoorden. Daar gaan we zo dadelijk naar kijken. Maar eerst even het volgende. Is het mogelijk dat iemand van 12 jaar zich al als donor laat registreren? Is dat mogelijk? Ja, dat kan. Ja, het is zo dat je in het donorregister je vanaf je 12e kunt registreren. Een ja-registratie kan echter wel overroeld worden door de ouders. Als die zeggen, nou, wij kunnen dit niet aan, dan hebben zij nog het recht tot je 16e om dat te overroelen. Een nee-registratie daarentegen, dat blijft ook een nee. Mocht je, als je ouder wordt, op een gegeven moment zeggen van, nou, ik vind toch dat ik mijn nee wil veranderen in een ja, dan kan dat natuurlijk altijd. Dat geldt voor iedereen overigens, hoor. Maar je kan je registreren vanaf je 12e en vanaf je 16e, dan is het ook echt, hè, dan kan niemand daar ook meer iets aan doen, behalve jijzelf. Kan iedereen donor worden? Iedereen kan donor worden. Ongeacht leeftijd, geslacht. Ja. En kunnen alle lichaamsdelen worden gebruikt voor donatie? Nou, alle lichaamsdelen, zover zijn we nog niet. Nee. Ik bedoel, handen en voeten en benen niet. Maar er kan wel veel getransplanteerd worden. De belangrijkste organen zijn je longen, hè, je lever, je nieren, je dunne darm en je hart. En daarnaast zijn er ook nog zijn ook heel veel weefsels nodig. Hè, bijvoorbeeld voor brandwonden. Je huid, ogen, botten, kraakbeen, pezen.
Dus eigenlijk kan... Je netvlies ook. Je netvlies, ja. Ja. Nou hoorde ik dat er van de 25.000 nieuwe donorregistraties... naar schatting in praktijk maar 2 mensen na overlijden bruikbare organen leveren. Dat is echt, daar schrok ik een beetje van toen ik dat las. Ja, wist ik ook niet. Ik las het ook inderdaad. Dat heeft ermee te maken dat ook al ben je donor geregistreerd, je eigenlijk onder gecontroleerde omstandigheden moet overlijden. Op het moment dat jij een hartaanval krijgt op straat en je bent dood, dan is de tijd tussen het moment dat je overlijdt en het moment dat je in het ziekenhuis komt vrijwel altijd te lang. En dan zijn organen niet meer bruikbaar. Dus je moet eigenlijk al, wat ik zei, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of een verkeersongeval op een intensive care van een ziekenhuis terechtkomen, daar hersendood raken. En dan ben je eigenlijk pas een geschikte donor. Dus de spoeling is zo dun. De kans dat je inderdaad ooit donor zult worden, effectief, dus dat er daadwerkelijk organen getransplanteerd kunnen worden, is minimaal. Daarom zeggen we ook, het is ontzettend belangrijk om je te registreren, want in Nederland hebben al ruim 3 miljoen mensen ja gezegd, maar dat is dus gewoon niet genoeg. Gelukkig maar, want we gaan gelukkig niet allemaal dood, meteen, maar ooit een keer, maar nu nog niet gelukkig. Wij gaan, want ik heb jullie nu nog een aantal vragen gesteld, maar vanochtend deed Lange Frans dat in Breda ook, en daar gaan we even naar kijken. Het is donderdagmorgen, net 8:30, hier op school De Prinsentuin in Breda. Hier wordt het startsein gegeven voor de actie Ben jij al donor, ja of nee? Dat is bestemd voor alle leerlingen van klas 3. En hier aanwezig is Lange Frans, want die gaat het startsein geven. We gaan beginnen met een spelletje, het heet de Donor Quiz. Het is heel makkelijk. Op het scherm komt een stelling te staan en die zal ik ook met jullie doornemen. Als je denkt dat de stelling niet waar is, dan moet je gaan staan. En als je denkt dat het wel waar is, dan blijf je zitten. Als je orgaandonor bent, dan laten ze je eerder doodgaan. Dit is, ja, mensen achterin willen jullie ook meedoen, ja? Ja, oké. Dit is inderdaad niet waar. Iemand die rookt kan geen nieuwe longen van een donor ontvangen. Ja, dat is lastig deze. We gaan het voeren de druk een klein beetje op. Wat denk je? Het goede antwoord is niet waar. Word je binnenkort 18, dan krijg je een brief met de vraag of je na wilt denken, alsjeblieft, over orgaandonatie in het algemeen. En of jij er een wil worden, ja of nee. Ben je nou al donor? Ja, sowieso. Ja? Ja. Ik ga er wel worden, denk ik. Oh, je gaat het worden? Ja. Ben je nou zelf donor? Ik wist dat hij zou komen, natuurlijk. Je moet even opzoeken, ook. Nee. Wacht maar, maar dit is je shot helemaal waard. Dames en heren, we gaan beginnen. Ja, bewijs van registratie. Ja. Denk je nu dat dit helpt, dat je mensen over de streep trekt om donor te worden? Nou, weet je, stel je voor dat het er van de 100 kinderen, dat het er 15 zijn. Dan heb je er al 15 meer dan dat je er vanochtend had. En ook als mensen zeggen nee, ik doe het niet, prima, maar dan is het tenminste over gesproken. Surf allemaal naar jaofnee.nl. Dank u. Nou staat het voor jou allemaal heel dichtbij je. Vind jij de acties en de communicatie die ze allemaal richten op het donor registreren, hoe vind je dat? Ja, goed. Dat is het enige wat ik ook kan zeggen. Het is zo belangrijk dat mensen er over, in ieder geval op zijn minst over na gaan denken. En hopelijk komt daaruit voort dat men zich laat registreren. Of het nou een ja of een nee is, maar denk erover na en registreer het. Ja. Hele duidelijke boodschap. Je zit ook nog in de Schreeuw het uit agenda. Daar schreeuwt ze het nog een keer keihard uit dat je je moet laten registreren. Jantine en Claudia, bedankt voor jullie komst naar de studio. En wij gaan dus naar die Schreeuw het uit agenda. Zoals jullie zeker weten is het Donorweek. Vandaag in Breda vindt een groot evenement plaats op de Grote Markt. Kom vanavond allemaal daar naartoe. Mooie optredens, mooie interviews. Ben jij al donor? Hartverwarmend, verrijkend, inspirerend. Zo ervaren mensen Tilburg in dialoog. Op 10 en 11 november staan op meer dan 100 plekken in Tilburg en omgeving tafels waar je met 5 of 6 anderen kunt praten over passie.
Je deelt ervaringen, je vertelt over je droom en je mijmert over wat je kunt doen om die droom werkelijkheid te worden. Je wordt verrast door de prachtige verhalen en geraakt door de prettige sfeer. Doe mee en meld je aan via tilburgindialoog.nl. Nou, er zijn er gelukkig leuke, maar ook zeker goede dingen te doen in Brabant. En twijfelt u nog, kunt u misschien ook nog naar het Van Goghuis in Zundert gaan. Daarover straks meer, maar we gaan er eventjes tussenuit voor het weer en de reclame. Tot zo. Het weer wordt mogelijk gemaakt door Speedheat Vloerverwarming Breda. Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 12 graden. De wind neemt toen naar matig uit zuid tot zuidwest. Het weekend verloopt opnieuw zonnig en droog. Zaterdag wordt het circa 11 graden en zondag een graad of 14. De nachten verlopen fris met lokaal vorst aan de grond. Maandag blijft het nog mooi najaarsweer. Het weer werd mogelijk gemaakt door Speedheat Vloerverwarming Breda. Bij mij aan tafel is aangeschoven Ron Dierven van het Van Goghuis in Zundert. Zometeen praat ik met hem over de media-aandacht die volgde toen twee Amerikaanse onderzoekers aangaven dat Vincent van Gogh misschien wel was vermoord. Dat zometeen, maar eerst gaan we naar Eindhoven, want Eindhoven is de beste binnenstad van Nederland geworden. Maar hoe word je zo'n beste binnenstad van Nederland? Onze verslaggever Dave van Opdorp die zocht dat uit met wethouder Brink van Eindhoven. Ja, Eindhoven heeft de beste binnenstad van Nederland. En volgens een vakjury hebben ze die prijs te danken aan de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Die Eindhoven zowel nationaal als internationaal op de kaart zet. En wethouder Brink is er erg blij mee. En ik ga met hem wandelen door zijn stad. Ja, wat maakt Eindhoven nou tot de beste binnenstad van Nederland? Ik denk dat de samenwerking die we hebben tussen de binnenstad ondernemers en de overheid, dat dat een hele grote stap is geweest ook voor de jury om te zeggen die samenwerking dat leidt tot de beste binnenstad van Nederland. Eindhoven, dat is voor mij een beetje het Frankrijk van Parijs. Zo. Ja, puntje van de zalm. Ik denk dat het ontzettend veel bezoekers genereert. Dus wij moeten daar ook naar buiten toe goed gebruik van maken. Het is een brand, het is een merk. Je bent de beste binnenstad van Nederland. 2 jaar lang. Het voorbeeld van Breda, onze voorganger, die heeft in 2 jaar 25% meer overnachtingen gehad. U heeft contact gehad dan ook met Breda? Met de wethouder Breda. Heeft hij nog tips gegeven om het zo goed mogelijk uit te melken? Nou, ik denk dat iedere stad zijn eigen identiteit heeft. En je moet voor je eigen stad gaan. En een andere stad kan natuurlijk tips geven, maar waar word je op gejureerd? Nou, ik denk dat dit in Eindhoven veel te maken heeft met de vooruitgang. Hè? Naar voren kijken, wat is de stad van de toekomst, de binnenstad van de toekomst? Mensen denken vaak dat Eindhoven dat een stom boerengat is en dat wij daar jaren achterlopen. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Integendeel. Ik hoorde dat ABBA nou hier heel populair is. Kennen wij in Eindhoven zeker 5-6 jaar. Ja, waar zijn we hier? Dat zijn de winkels rondom de Admirant. Dat is ook een hele nieuwe ontwikkeling. En nou, u ziet het om u heen. Hele mooie winkels, kwalitatief heel goed. En nu was u eerst wethouder in Amersfoort. Ja. Wat heeft Eindhoven nou wel dat Amersfoort niet heeft? Ik denk niet dat dat te vergelijken is. Amersfoort is een historische binnenstad. En dat heeft zijn beperkingen. En Eindhoven is eigenlijk ook een moderne binnenstad. Die echt ook naar de toekomst toe zijn binnenstad kan opbouwen. Ah, de mensen zijn er gemoedelijk in Eindhoven. Dat vind ik belangrijk. En gemoedelijk. Gewoon gemoedelijk. Gemoedelijk. En tuurlijk gaat het straat om zijn. Dan moet je oppassen. Hè? Want ja, de kans is gewoon heel groot dat je op je bakkers wordt geslagen. Dat is zo. Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk. Hè? Dat is heel best. Nou, nu heeft u als wethouder natuurlijk niets dan lof over de stad. Heeft u ook nog een kritiekpuntje over wat nou, daar kunnen wij nog wel iets aan, daar kunnen we nog wel aan werken? Nou, misschien de verkeersluwheid in de stad. Hè, het is soms wel heel erg druk met auto's. Daar zou je misschien nog wat aan kunnen doen.
En ja, rondom het station zou er nog verbeterd kunnen worden. Dat zijn allemaal punten die in de toekomst ook wel op de agenda staan. Maar step by step. En wat we nu bereikt hebben, dat is mooi binnen. Eindhoven, dat is het mooiste wat er is, man. Echt. Ik bedoel, om de provincie Brabant geef ik helemaal niks. Echt niet. Ik bedoel, Helmond, nou, er komt nog een goede hond vandaan. En ja, Den Bosch, Sertogenbosch, hoor. De mensen, dat is hem zijn, in Sertogenbosch. Ik zeg altijd maar zo. Het enige goede wat er uit Den Bosch komt, is de trein naar Eindhoven. Hij werd geboren in 1853 in het Brabantse Zundert. Tijdens zijn leven verkocht hij slechts één schilderij en pleegde hij zelfmoord. Of toch niet. De doodsoorzaak van Van Gogh kreeg afgelopen week ontzettend veel media-aandacht. En daarom zit bij mij aan tafel Ron Derve, directeur van het Van Gogh-huis in Zundert. Ron, jij hebt dit boek gelezen, want hierin staat dat dus. Ja. En dit boek telt wel 900 pagina's. En ik heb ook vernomen dat je dat in 2 dagen gewoon uit hebt gelezen. Ja, maar goed, ik heb een aantal stukken heel nauwkeurig gelezen en de rest heel snel, bijna echt op een journalistieke manier gescand. Om in ieder geval op tijd te weten wat er allemaal in staat. Ja, hoe de vork in de steel zit. Ja. Maar nou, is het nou zelfmoord, vermoord? Nou, kijk, bij de publicatie van zo'n boek wereldwijd hoort natuurlijk ook een publiciteitsstunt en een ontdekking. Maar het is niet echt een ontdekking, het is een theorie. De schrijvers, dat zijn juristen en ze hebben als een soort rechercheurs een nieuwe theorie bedacht die naast de zelfmoord kan bestaan. Dus ze sluiten niet uit dat hij toch zelfmoord heeft gepleegd, maar ze hebben ook een theorie bedacht van ja, het zou ook wel eens iets anders hebben kunnen zijn. Hij zou wel eens per ongeluk kunnen zijn doodgeschoten door een paar pestende jongens. Maar vind jij die theorie aannemelijk? Ik vind hem nog niet heel erg sterk. Want ze hebben er geen echte harde bewijzen voor. En als je zoiets in een rechtszaak naar voren zou brengen, dan zou het geen stand houden. Zou ooit de onderste steen boven water kunnen komen in dit geval? Dat is heel moeilijk, want het is zo lang geleden. Het is meer dan 120 jaar geleden. En ze hebben toen geen forensisch onderzoek gedaan. Het lijk is niet onderzocht. Dus ja, hoe moet je dat te weten komen zoveel jaar na dato? Dat vond jij toch wel spannend om het even te lezen hoe dat dan... En ik vind het sowieso een heel spannend boek. En je kunt merken dat het twee Amerikaanse auteurs zijn. Die zijn toch over de top veel... Veel smeuiger dan de Nederlandse wetenschappelijke mensen. Ze schrijven echt een heel spannend verhaal. Het hele boek, het leest echt als een trein. Nou is het 75 jaar geleden dat er een andere biografie ook over Vincent van Gogh is geschreven. En nou, wat ik me nou bedacht van, waarom moeten Amerikanen dat gaan schrijven? Ja. Had jij het niet kunnen doen? Ja, eigenlijk. Waarom heb je het niet gedaan? Nou ja, ze hebben er 10 jaar over gedaan en, dus en met een team van 20 onderzoekers. Dus het is om even aan te geven dat het een enorme klus is. En ja, eigenlijk is het jammer dat in Nederland het niet gedaan wordt, want de meeste bronnen zijn in Nederland. Ja. En zij hebben ook gewerkt met een team van vertalers die al die brieven uit het Nederlands, sommige uit het Frans, hebben vertaald naar het Engels. En daaraan hebben ze gewerkt. Maar ze hebben jou niet even gebeld voor wat informatie? Nee. De media stond er vol van, want het was groot nieuws natuurlijk. En daar hebben we een instart van, gaan we even kijken. Er is een nieuwe theorie over de dood van de Nederlandse meester Vincent van Gogh. Hij zou geen zelfmoord hebben gepleegd, maar per ongeluk zijn beschoten door 2 jongens die hij kende. IDTV toog naar de markt in Van Gogh Village Nuenen om de meningen te peilen. Hij is vermoord, hè, door iemand, maar niet door mij. Van Gogh is een mythe en daar hoort die zelfmoord bij. En als dat nou werkelijk zo zou zijn dat het door een verdwaalde kogel gebeurt, dan maakt dat het einde ja, op een hele andere manier en minder heroïsch. Wat vind je er nou van als je dat zo ziet? En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ja, nou, de tweede man ken ik goed. Die komt uit Zundert, de acteur Guus Dam. En ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Er gaat heel veel van het romantische beeld van Van Gogh gaat weg. En in die eerste biografie, die van Irving Stone uit de jaren 30, daar is Van Gogh echt een miskend genie. Echt een romantisch iemand die onbegrepen is. En de film die daarvan is gemaakt, speelt Kirk Douglas de rol van Van Gogh. En dat gaat ook op de ouderwetse Hollywood manier. Dus ja, dat gaat er een beetje vanaf. Maar er komt wel weer heel veel voor terug. Want Van Gogh wordt nu veel meer een eigentijdsfiguur die mensen van nu en jongeren van nu ook beter begrijpen. Hij wordt eigenlijk, kijk, als je geschiedenis schrijft, kijk je altijd vanuit de bril van jouw tijd naar iets.
En dus daardoor wordt Van Gogh ook weer dichter bij de tijd van nu gehaald. En dat houdt hem ook levendig en actueel. En, vraag ik me af, is het goed voor het Van Goghuis in Zundert? Heb je meer bezoekers? Absoluut, ja. Ja. Sinds deze week is het aantal bezoekers weer erg toegenomen. Ja. Jullie zijn ook, want als we het dan over dit is naar deze tijd geschreven, maar jullie gaan ook met de tijd mee als het om Van Gogh gaat, want je hebt een speciale app ontwikkeld. Ja, dat klopt. Dat is op dezelfde dag gepresenteerd met vanuit Van Gogh Brabant, het samenwerkingsverband van alle Brabantse Van Gogh plaatsen, is er een educatief spel, een app ontwikkeld. Voor jongeren en daar wordt het verhaal van Van Gogh verteld. Maar er zijn ook games bij. Je kunt ook allerlei spelletjes spelen. En dat wordt nu aangeboden op een heel moderne manier via de App Store voor op de iPad. Hoeveel kost het? Iets van €2,99. Oh, oké. Okay. Ja. En je hebt ook meegewerkt aan de totstandkoming van deze game? Een aantal mensen bij ons, een van mijn medewerkers heeft eraan meegewerkt. Eva. Ja. Heel goed. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Dit boek is ook in het Van Goghuis in Zundert te verkrijgen? Het is te koop. We hebben inmiddels al weer bijbesteld. Want we zijn al bijna door de eerste voorraad heen. Maar we zorgen dat het er blijft liggen. Ja. Nou, dankjewel en heel veel succes. En vorige week zat op jouw plek eigenlijk Lex Jansen. Hij is organisator van de beste worstenbroodjesverkiezing. En die ging mij toen uitleggen hoe je nou een worstenbroodje moet beoordelen. Geur, smaak, proeven, weet ik. Het was gewoon heel moeilijk. En gisteren was het toen eindelijk zover. Want toen mocht ik met een consumentenjury en een vakjury 21 worstenbroodjes beoordelen. Het was een zware taak. Maar de winnaar is bekend. Nou, samen met Antoine en Isabel heb ik vandaag de taak om 21 verschillende soorten worstenbroodjes te proeven. We jureren op een viertal punten en eigenlijk is het zo dat we nu de eerste rij al hebben gehad en nu eigenlijk bijna aan het eind zijn. Ik moet zeggen, daar zit je vol van hoor. Als consumentenjury zijn we klaar. Onze cijfers zijn inmiddels naar de juryvoorzitter. Dus nu is het spannend. Best lekker. Stef, je hebt natuurlijk jarenlang ervaring. Dus je weet wel waar je op moet letten. En er was een heel duidelijk verschil tussen de nummers 1 en de mindere en de slechtere, zeg maar. Hè. Daar zat echt wel verschil in, dus dat kun je wel makkelijk herkennen. Wat voor een verschil dan? Nou, je kijkt natuurlijk naar de structuur van het gehakt. Je kijkt ook naar de smaak. Je kijkt ook naar de toevoegingen. Wat voegt men allemaal aan het gehakt toe? En je kijkt ook natuurlijk naar het brooddeeg. Hè? Is dat, heeft dat een goede afbijt? Of heeft dat smaak het zoet? Nou, daar zit ook wel wat verschillen in. Hoe wonderbaarlijk, de consumentenjury en de vakjury liggen op één lijn. Dus. Wie van de twee heeft ze nou gemaakt? Ja, beide. De ene deeg, worstjes, alles samen. Daar geloof ik helemaal niks van. Het is echt zo. We hebben ze samen staan maken vanochtend. Ja. En wat is nou het geheim van de smid? Ja, het geheim van de smid, dat mag ik niet verklappen natuurlijk. Maar wij hebben al een aantal keren meegedaan. Dit jaar gelukkig eerste prijs. Hartstikke gefeliciteerd voor Bakkerij de Jong uit Breda en Oosterhout, moet ik zeggen. En vanochtend waren ze zo aardig om een grote doos worstenbrood mee te nemen voor onze redactie. En die had ik graag meegenomen om uiteindelijk het winnende worstenbroodje aan u thuis te laten zien. Maar hij was al op, sorry. Dit was Brabant Vandaag voor deze dag. En morgen zijn we er weer met de hele aflevering vol met lifestyle. Tot morgen. Brabant Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door STEK.